Yo guys, Glitch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag speel Minecraft. We spelen vandaag niet op de Minecraft server, maar vandaag speel de Hypixel server. Vandaag gaan we nog eens een keertje TNT Run spelen. Dus heel veel mensen vragen zich af van ja, waar de fuck speelt je nu TNT Run? Wel, ik had daar zin in. Dus ik dacht, ik kan dat gewoon even doen. Was ze upside key? Oh, fucking hell. Ik heb een slowness potion op mijn eigen gegooid. Nice. Maar. Ik heb ook mijn punten van mijn herexamens gekregen. Ik had 1 buis, maar ik kan dat tolereren. Dus dat is pretty nice. Jammer dat ik dat moet tolereren, want dat is het tweede jaar op rij dat je iets moet tolereren. En op zich is dat geen ramp, maar dat komt wel op je diploma. Dus dat is wel minder, I guess. Oh mijn god, deze win ik niet. Maar ja, hey, ik kan aan mijn derde jaar beginnen. Dat is mijn laatste jaar. En ik ga waarschijnlijk nog niet werken daarna. Ik ga waarschijnlijk nog iets bijstuderen, omdat ik er nog maar 20 of 21 ben. En het voelt nog niet echt aan alsof ik de limieten al heb bereikt van mijn studeerdingetje. Snap je? Ik heb legit zin om verder te studeren, want de richting die ik nu doe, dat staat mij niet echt aan eigenlijk. Ik hoor even van mensen denken van, ja dude, waarom... Oh my, deze guy, holy f... Ja. Goed, maakt niet uit. Dat was om op te warmen, maar deze map ben ik echt super goed in. Ik call it, ik ga winnen. Upsakee! Slow potion is... My, slow potion op iedereen. En wij kunnen lekker lopen. Maar wat ik dus wou zeggen is dat ik eigenlijk een beetje te laat heb ontdekt dat ik mijn richting toch niet is wat ik echt wil doen in mijn verdere leven. Dus dat is wel een beetje lastig. En toen heb ik besloten, ja kijk, oftewel stop ik, oftewel gooi ik... 2 jaar weg. Of ja, op die moment was het 1,5 jaar. Maar ja, het basically was, ik zou 2 jaar verliezen. Mocht ik toch nog gestopt zijn met die richting. En ik dacht van ja, kijk. Mocht ik iets anders gaan studeren. En dat nieuw iets is toch niet mijn ding. Dan heb ik nog altijd een backup diploma. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Dat is mijn fucking... L, ja, tering van hond. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben, dus dat is nog 1 jaartje. En dan ga ik waarschijnlijk een graduaat doen of een Banaba. Waarschijnlijk eerder een Banaba, omdat ik zo ben van ja, kijk, bij Banaba zijn er wel redelijk coole richtingen. En dat kun je alleen maar doen als je al een bachelor hebt gehaald. Dus dat wil ik zeker gaan doen. En ik zal ook zeggen welke Banaba dat ik op het oog heb. Dat is de... audiovisuele technieken. Of ja, ik weet eigenlijk niet de exacte naam, maar het komt wel een beetje op dat neer. En dan ziet het me echt wel een leuke richting uit. Dat is 1 jaartje. En dan zou ik een 2e volwaardig bachelor diploma hebben. En dat zou wel iets zijn wat mij leuk lijkt. Dan leert je zo wat meer over audio en video. En dat is gewoon een ding wat mij interesseert. Omdat in het middelbaar zeiden ze ook tegen mij, mijn leerkracht wist dat ik YouTube kanaal had. En die zeiden tegen mij van ja, kijk Letcher. Jij zou gewoon... Oh, fucking hell. Waarom kan ik iets niet doen met video? Ik vind dat leuk als hobby, maar ik denk niet dat ik dat fulltime zou willen doen of zo. Maar die mening is eigenlijk een beetje veranderd. Ik zou mijn eigen echt dagelijks kunnen bezighouden met video's maken, met... Oh, shit. Met de creatieve dingen produceren. Ik hoor nu even van mensen ook denken van... creatieve dingen produceren, je moet alleen maar videogames spelen, jij. Ja, dat is waar. Maar ik ben bezig met leuke dingen. En net zoals mijn corruptie exposed video, ik wil wel meer zo'n video's gaan maken. Niet in de zin van, ik ga hier een van de guy bashen, zeg maar iets. Zo eerder van, zo wat meer random video's of video's van, wat ligt er op mijn maag of zo. Zo van die dingen eigenlijk. Oh, die had ik niet moeten doen. Oké, toch wel. Elke blok is een blok. Er zijn trouwens nog maar 4 spelers. Ik ben echt totaal niet aan het letten op de game. Ik weet niet of er iemand boven mij is. Ik weet het niet. Ik zie al 1 nametag beneden, dus dat is al eentje minder. Ik zie nog, maar er moet sowieso wel nog iemand boven mij zitten. Dat kan niet anders. Het is precies ook zomaar vrij stil. Maar nee, ja, dat dus... dan weet u dat ook weer. En voor de rest, ja... Leek mijn video's zoals dit ook wel leuk. Gewoon dat ik zo een beetje TNT run ga spelen of iets in Minecraft, weet ik veel. Ja, deze gaat echt nog een win worden. What the fuck? Dat zou echt wel de dikste flex zijn. Want ik had er net nog gezegd dat ik ging winnen. Kijk, de layer boven mij ziet er heel goed uit. Dus ik ga proberen een goed punt te zoeken. Dat ik naar boven kan springen. Ik hoor hier van mensen denken van, what the fuck bedoelt je met naar boven te springen? Let me explain. Oh. Come on. Nee. Shit.
Oh, dat was mijn laatste double jump. Oeh, ja, kijk hoeveel ik hier nog heb, jong. Shit. Dat was tering spannend. Dat liep echt niet zoals gepland. Maar oké, maakt niet uit. Als ik niks dom doe, dan win ik deze wel. Hupsakee! GG, I fucking called it. Voor de rest wil ik ook nog iets zeggen over de corruptie exposed video. Ik weet niet wat ik erover wou zeggen, maar ik wou er iets over zeggen. Maar ik zal je even een update geven. Van, ja, heeft Ivo nu gereageerd op de situatie of heeft hij dat wel of niet gedaan? Wel, ik ga iedereen teleurstellen. Hij heeft één heel teleurstellende tweet de wereld ingestuurd. En voor de rest heeft hij er niks meer over gezegd. Ik wou wel even zeggen dat die video fucking goed ontvangen is. Dat is niet normaal. Ik had bijna 10 uur kijktijd. Omgerekend is dat bijna 45 man dat de video heeft uitgekeken. Klinkt misschien niet zo superveel, maar voor mij is dat wel echt veel. Ook bijna 150 weergaven. Langs de andere kant ook wel een beetje sad dat ik alleen met zo'n video aan zoveel weergaven geraak. Want oké, ja, dat was wel... Het was echt wel een typische video van... Een thumbnail met rode pijlen en dit en dat. Ja, op zich is daar niks mis mee, I guess. Maar toch is het jammer. Sort of. Dat ik alleen met zo'n video zo'n dikke cijfers kan halen. Maar langs de andere kant. Er zat ook echt super veel tijd in die video. Dus op zich was het wel verdiend, vond ik. Ja, ik ben nu echt mijn eigen heel hard aan het pijpen. Maar de deugd, de deugd. Ik heb heel deze leren trouwens voor mezelf. En ik weet niet meer hoeveel dat we zijn gestart, maar als we met 24 zijn gestart, dan kan het iets goed zijn dat meer dan de helft al dood is, terwijl... Oké. Okay. Ah, ik ben weer al alleen op deze leer. Jezus. Maar nee, dat was dus mijn dingetje wat ik wil zeggen over corruptie exposed. Ik heb ook echt superveel berichten gekregen van mensen die zeiden van ja, ik heb echt nog eens een keer goed gelachen. Dus dat was ook mijn doel eigenlijk. Ik dacht van ja, kijk, dat is... Gewoon een leuke opportunity om er een video over te maken. Hupsakee! Ik heb nooit gewonnen. Zo'n guy zei hier, ja, again, Gletscher. Sure it is. There's only one king in Minecraft and that's me. Goed, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Als je het leuk vond, vond je een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg, ciao.